We zijn vandaag in Vrieschgelo. Vrieschgelo ligt in de provincie Groningen in de streek Westerwolde. Het gebied zeg maar vlak aan de Duitse grens. Daar fiets je ook zo naartoe trouwens hier vandaan. Vrieschgelo ligt ergens in het midden tussen grofweg Winschoten, grote plaats, en Vlachtwedde. Denk ook bij veel mensen nog wel bekend. Hier hebben ze een nieuwe camperplaats die net een paar dagen open is. We zitten nu midden juni. En ze zijn, woensdag is het, afgelopen weekend zijn ze open gegaan. Ze zijn met de laatste details nog bezig met aansluiten van sanitair onder andere. Hebben we zo nog meer over. Even naar die kant, want dan zie je, ziet hier een groot veld, maar we zitten gewoon aan het bos. Het is wel heel fijn, want heel veel camperaars hebben een hondje mee. En je kunt gewoon vanaf de camperplaats, loop je de poort uit en je bent in het bos. In het bos heb je een aantal plassen, recreatieplassen. Eén daarvan, als ik het goed heb begrepen, kun je ook nog zwemmen. Want je kunt er vissen. En het is staatsbos, zeg maar, gebied hier. De camperplaats hier achter mij, die zie je. Officieel 18 plaatsen en 4 uitloopplaatsen. Tenminste, dat zegt de website. Als wij even tellen, dan heb ik 19 plaatsen. En je hebt hier een groene strook aan deze kant en aan de andere kant ook nog. En daar zou je in de lengte ook nog een aantal campers neer kunnen zetten. En als je een beetje royaal nog inparkeert, dus toch nog een royale plek hebt, kun je daar nog zo een stuk of 6, 7, 8 misschien wel bij zetten. Kortom, een vrij royale plaats. Wij vinden dit een hele fijne plaats. Het is namelijk heel erg rustig 's nachts. Je zit in het natuurgebied. En je bent van alle faciliteiten voorzien en je hebt royale plekken. Wat hebben we hier? We hebben namelijk 2 douches en 2 toiletten erbij. Een ontzorgingsstation, zoals het zo mooi heet. En je hebt een paar watertappunten. Midden op het terrein staat er een. En bij de loosplek staat er een. En je hebt een afwasplaats erbij. Allemaal nageltje nieuw. Wat kost dat allemaal? Inclusief water, ontzorging, toiletten, douches en 2 personen betaal je hier €13,50. Voor stroom betaal je apart. Dat vinden wij fijn, vele camperaars vinden dat fijn. Want ja, dan wil je stroom, dan betaal je ervoor. Wil je geen stroom, ja, dan betaal je er niet voor. Ook moet ik nog even vermelden dat Bellingwolde, plaats je hier vlakbij. Daar heb je allerlei eetgelegenheden. Een ijssalon, zeg maar. Ik heb een soort van kebabtent gezien, een cafetaria. Supermarkt Slager, allemaal vlakbij. Prima te lopen of op de fiets te doen. Maar Bellingwolde heeft ook van die hele mooie statige boerderijen en landhuizen nog. Die bewaard zijn gebleven en ook nog tiptop zijn onderhouden. En dat is echt de moeite waard om eens te gaan bekijken om langs te fietsen. Kortom, camperplek, Loosterstee, prima plek.